alle schilderijen, dat zijn eigenlijk tekenen aan de wand. En elk schilderij afzonderlijk is een teken destijds. En elke schilder, of die nou Jeroen Bos heet of Karel Appel, die zoekt eigenlijk antwoord op de vraag: wie ben ik en hoe ziet mijn wereld eruit? En schilders die lullen daar nooit omheen. Ze doen het met verf en alleen het resultaat telt. En hier zie ik vier antwoorden op de vraag: wie ben ik en wat is mijn wereld? En ik begin met deze houtsnede van Leon Jansen. Die is geboren in 1951 in Stijn, werkzaam in Maastricht. Heeft ook in het Bonnefante Museum geëxposeerd. En hij is altijd bezig met mooie meiden, mooie vrouwen en sterke mannen. En het heeft altijd iets dierlijks. Alsof er gestreden wordt. Alsof lust ook een last is. Love is a battlefield. En dat is Leon Jansen. En als ik dan deze daarmee vergelijk, wie ben ik, krijg ik een heel ander zicht op de mens. Ja, dit is van Fernanda Eleveld uit Assen, geboren 1960, woonachtig nu heel lang al in Castricum en werkzaam als docent kunst bij de Hermitage, dus ook niet de geringste. En wat zij doet, gemengde techniek, ja, wat laat ze zien? Kwetsbaarheid. Daar werd gestreden, hier wordt geleden en ik denk ook haar kennende een beetje gebeden. Dit gaat meer de kant op van Kyrie Eleis. Help mij, wie ben ik en wie durft mij aan? Dit is Herman van Tongeren, geboren 1933, leeft nog, redelijke leeftijd, uit Heemstede, veel langs de kust gelopen, heeft geëxposeerd in het gemeentemuseum in Den Haag, hoort u dat goed, gemeentemuseum Den Haag. En deze jongen is vooral bezig met de ordening tussen chaos en orde. Hij noemt dit zonsondergang, hoe heet hij het ook alweer? Hij schrijft het hier op, stormende hand nummer 3. Hij is bezig met de zee, met de storm. Is dit water dat explodeert? Of is het de lucht die explodeert? En je denkt bijna aan de eerste regels van Genesis. De aarde was woest en ledig. En in tegenstelling tot deze explosie van lucht en water, het is maar verf op doek, maar het ziet eruit als een geweldige uitbarsting, heb je dan dit schilderij, of eigenlijk moet ik zeggen litho, steendruk van Harry Gerrits. Geordend, de woeste natuur die zo bedreigend is, is teruggebracht tot vriendelijke lijnen. En hij noemt het, Harry Gerrits, is geboren in 1940 in Wijchen, het land van Maas en Waal, dat u misschien hier ook kunt nog herkennen, hier de rivier. En die heeft geëxposeerd in Nijmegen, in het Valkhof, ook een van de grotere musea van Nederland. En hij noemt dit Running Landscape. En hij brengt dat dan terug. Ik zie hier duidelijk altijd die rivier. Ik moet dan altijd aan Nijmegen en de Waal denken. En dan temt hij de rest van de natuur door het bijna in kleuren van Mondriaan terug te brengen. Dit zijn dus, samenvattend, vier schilderijen met elk een eigen antwoord op de vraag: wie ben ik en in wat voor omgeving leven wij? Ja, altijd hier weer de prijs. Ze hangen nu 4, 5, 6 weken in de winkel. Zes weken, denk ik, Cora. Ja. Dus dan moeten ze afgeprijsd worden. En ja, ze zijn museumwaardig. Ze zijn het waard om in een galerie getoond te worden. En het gaat eigenlijk tegen mijn ziel in. En dat laat ik maar aan Cora over. Ik ga er ook niet naar kijken. Ze zoekt het maar uit. Lekker makkelijk. Deze hoge kunst wordt nu te grabbel gegooid. Deze is op het ogenblik... Zal ik toch even helpen 5, met 85 euro, deze. Hij was 85 en hij wordt nu? Hij wordt 55. Leon Jansen. Ja, die is 175 en die wordt 110. Oké, jij zegt het. Ja. Nee, ze lachen erom hoor, in de galerie. Ja, nou ja, ze lachen maar. Ze lachen ons uit. 95, die wordt 70.
Eng, hè? Ja, nee, ja, het is jouw handelkoor, hè? Je weet, ik heb geen verstand van ik geld. Ik ga even bukken. Ja. 2,25. 2,25, dat is echt een dure jongen was het, hoor. 150. Nou, Cora, mijn zegen heb je. En, ja, maar het kan ja, dan prima, beter ergens hangen en dan juist, voor die prijs. Juist, waar je van geniet dan dat we het hier... Precies. Oké, hoor. Nou. Goed, Jan. Zo is het goed, hoor, Nancy. Dag. Doei, doei.